Hallo, dit leuke potloodje is ontworpen bij Made by Mommy en is heel snel klaar. Je hebt ervoor nodig 10 roze, bij mij wordt dat rood, 10 zwart, als je het bovenste lusje ook nog zwart wil doen, dan 11, 21 geel en voor het officiële ontwerp van Made by Mommy dan 12 wit. Maar ik doe ietsje anders en daarvoor heb je 14 wit nodig. En je loom, dat is heel belangrijk, is opgesteld in 3 gelijke rijen. Heel veel succes! De rode pijl wijst van je af, of anders wijzen de openingen van de pinnetjes van je af. En dan gaan we beginnen met 2 rood naar links te plaatsen. En nog een keer 2 rode elastiekjes, maar dan naar rechts. Dan gaan we met 2 elastiekjes tegelijk naar voren. Dus hier. Ook in het midden. En aan de rechterkant. Dan pakken we 2 zwarte elastiekjes. En nu plaatsen we er recht tegenaan. Dan pakken we 2 gele elastiekjes. En die zetten we daar weer tegenaan. En dan doen we dat nog 2 keer. Dus niet 1 keer nu. Maar dan gaan we hier nog 2 elastiekjes, gele elastiekjes plaatsen. En hier ook. Dus 3 naar voren. Dan gaan we nu 2 witte elastiekjes naar voren plaatsen. Nu gaan we eerst aan de linkerkant 1 naar het midden plaatsen. Dan in het midden. Eerst in het midden dan maar. En eigenlijk zou Made by Mommy nu eentje zo naar links plaatsen. Maar dat doen wij niet. Tenminste, ik doe dat niet. Ik doe hem ook naar het midden. Anders vind ik dat het een heel scherp puntje wordt en dat vind ik niet heel mooi. Dan gaan we nu met 2 zwarte elastiekjes naar voren. En dan plaatsen we hier een capend met zwart van 4 ringetjes. Zet hem erop, draait hem een slag. Nog een keer. Nog een keer. En laat hem los. Dan gaan we nu hier overal dubbelgevouwen elastiekjes plaatsen. We beginnen met wit. Vouwt hem dubbel. En zet hem hier neer. Ook hier zetten we zo'n witte dubbelgevouwen elastiekje neer. Hier met geel, hier ook en hier ook. En dan doen we hem hier met zwart.
Hier met zwart dus. Bij rood doen we geen elastiekje eroverheen. Dan kunnen we nu beginnen met haken. Je draait je loom om. Gaat met je haaknaald in de capband. En pakt de onderste twee zwarte elastiekjes eruit. En haakt ze naar voren. Hier moet je even goed kijken welke bovenop ligt. En die haak je dan terug. Zo doe je dat bij elke. Hier duw je dit middelste elastiekje die we er net op hebben geplaatst. Deze. Duw je naar achteren. En pak dan die onderste elastiekjes. Deze elastiekjes zijn alleen maar bedoeld om al deze drie rijen bij elkaar te houden. En dan haak je gewoon naar voren. Nu hoeven we alleen nog maar deze twee bovenste elastiekjes te haken. Dus je pakt de linker of de rechter, die haak je naar het midden. En dan pak je de overige en die haak je ook naar het midden. Dan komen nu hier best veel elastiekjes bij elkaar en die ga je nu veiligstellen. Ik doe dat met doorzichtig deze keer, maar als je geen doorzichtig hebt, kun je het ook gewoon met een rode doen als je hem goed wil verbergen. Of met een zwarte, zoals ik hier ook heb gedaan. Maar je gaat er sowieso helemaal in. Zo met je haaknaald doorheen. Zet het elastiekje erop. En haalt hij er helemaal doorheen. En ik ben iets te enthousiast volgens mij, want mijn haaknaald schoot weg. Of ik hield hem gewoon niet goed vast. Maar je zet gewoon het andere uiteinde ook op je haaknaald. En dan haal je de achterste over de voorste. Dus gewoon zo. Die laat je los. En dan trek je de andere aan. De haaknaald kan eruit. En dan is hij klaar. Nu moet je hem er alleen nog afhalen. Het kan met je haaknaald. Maar het kan ook gewoon met je vingers. Dus, en dat maakt niet echt heel veel uit. Nou, zo komt hij er dan vanaf. En het zijn elastiekjes, dus die moet je nu nog in vorm gaan brengen. Dus trek eraan. Duw een beetje de elastiekjes op zijn plek. Trek een beetje aan een puntje, zodat het een beetje echt een puntje wordt. En zodra jij denkt, ja, dit is een mooi potloodje, dan is hij klaar. Ik hoop dat jullie wat in dit filmpje, of ik hoop dat jullie iets aan dit filmpje gehad hebben. En dat jullie het potloodje net zo leuk vinden als ik. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!